De kandidaten voor de titel Sporttalent van de gemeente Dinkeland voor 2011 zijn... Op naar de start. Nog even wat lichte oefeningen. De temperatuur van het water testen. De bril goed op. Het water in en klaar voor de start. En dan explosief afzetten. En er 100% voor gaan. Werd hij vorig jaar al gekozen tot sporttalent, in 2011 behaalt hij nog betere prestaties. De meeste clubrecords staan al op zijn naam. En tijdens de Nederlandse kampioenschappen 50 meter baan in Dordrecht wordt hij glorieus Nederlands kampioen op de 100 meter rugslag. In een nieuw Nederlands record. De eerste kandidaat is zwemmer Tom Laarhuis van de Dinkel. Paardensport is een geliefde hobby in de gemeente Dinkeland. Ook deze rijdster toont haar passie voor deze sport. Eind 2010 stapt ze over van ponies op paarden. En in 2011 weet ze al 3 keer te promoveren. Eerst van het B-springen naar de klasse licht, om daarna in de klasse middel uit te komen. Ook in die klasse komt ze sterk voor de dag, zodat ze nu in de klasse zwaar uitkomt. In 2011 wordt ze op zeer jeugdige leeftijd Nederlands kampioen in de klasse middel, door een foutloos parcours te springen. De tweede kandidaat is paardrijdster Vicky Heldhuis van de Buggelskamp. In de vroege ochtend is ze al paraat om met teamgenoten haar favoriete sport te beoefenen. Klootschieten. En nog eens klootschieten. Als de strijd echt gaat beginnen, laat ze zien dat ze een jaartje ouder is geworden. En nog sterker. Want de kloot schiet ze nog verder dan voorheen. In 2011 is ze Nederlands kampioene geworden. Zowel op straat en veld. En bij het zetten behaalt ze een keurige 3e plaats. Door al deze goede prestaties wordt ze ook nog eens allround kampioen van Nederland. Een unieke prestatie voor een 7-jarige. De 3e kandidaat is Carlijn Greven van klootschietvereniging Nooit Gedacht. Op de fiets naar de zoveelste wedstrijd van het seizoen. En dan inschrijven. Het nummer bevestigen op het shirt, de aanwijzingen volgen... En nog even warm lopen om de spieren voor te bereiden op een flitsende start. Meestal gaat hij er als een haas vandoor, om de overige deelnemers zo snel mogelijk van zich af te schudden. En alleen zijn weg te vervolgen over paden en lanen. Om tot slot alleen over de finish te komen. In een glansrijke tijd, waardoor een nieuw clubrecord op de 5 kilometer wordt neergezet. Na afloop worden de felicitaties dankbaar in ontvangst genomen. De 4e kandidaat is hardloper Bjorn Wessels van de OLC Oost-Marsum. Ze doet mee op het hoogste niveau van de Nederlandse en internationale ponysport. Geen hindernis is haar te hoog. Tijdens het Overijssels kampioenschap weet ze met Marcello het parcours in de barrage foutloos af te leggen, waardoor ze Overijssels kampioen wordt in de ZZ-klasse bij de ponies.
Ook in andere wedstrijden, waar de concurrentie altijd sterk is, dirigeert ze haar pony moeiteloos over de hindernissen. En toont ze haar uitzonderlijke talent. Zo wordt ze onder meer winnares van de Small Final op Zwolle International met haar pony Kingston. De vijfde kandidaat is Lisanne Roesink van de Kanaalruitertjes. Geduldig wachten op wat komen gaat en alvast de felicitaties in ontvangst nemen. Treft ze rustig en gedegen de nodige voorbereidingen. En als de badmuts en zwembril goed zitten, kan de wedstrijd beginnen. Klaar voor de start op een van haar favoriete nummers, de schalslag. Tijdens de Open Nationale Kampioenschappen in het Pieter van de Hogebad zwembad zwemt ze op de 100 meter schalslag naar een bronzen medaille. Op de 50 meter schalslag doet ze het nog beter. Daar weet ze naar een eerste plaats te zwemmen, waardoor ze Nederlands kampioen op de 50 meter schalslag wordt en goud verovert. De zesde en laatste kandidaat voor de titel Sporttalent van de gemeente Dinkelland is zwemster Loes Westerhof van de Dinkel. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom op het sportgala van de gemeente Dinkelland.
De presentator van vanavond is Arjen Meinders. Veel sporters uit de gemeente Dinkeland acteren regionaal, nationaal of internationaal op het allerhoogste platform van hun favoriete sport. Jaarlijks levert dit vele mooie winnaars op. De gemeente Dinkeland is trots om deze sporters in het zonnetje te zetten. Dit jaar zijn dat de handbaldames van RSC, winnaar van de Twentse beker. Sophie Bos, provinciaal kampioen ponyspringen. De dames en heren veteranen van klootschietvereniging Oud-Oud-Marsum. Nationaal kampioen veld en straat. Vicky Heldhuis, Nederlands kampioen in de klasse middelspringen. De waterpolo dames van de Dinkel, kampioen van district 2, derde klasse B. Lisanne Roesink, Overijssels kampioen in de ZZ bij de ponies. Het dames masterteam van de Dinkel. Nederlands estafettekampioen op de 4x100 meter vrije slag. Louis Ribberink, Europees kampioen touwtrekken met het Nederlands team tot 720 kilo klasse. Het eerste team van voetbalvereniging KOS. Kampioen van de vierde klasse B. De kandidaten voor de titel Sporttalent van de gemeente Dinkeland voor 2011 zijn... Op naar de start. Nog even wat lichte oefeningen. De temperatuur van het water testen. De bril goed op. Het water in en klaar voor de start. En dan explosief afzetten. En er 100% voor gaan. Werd hij vorig jaar al gekozen tot sporttalent, in 2011 behaalt hij nog betere prestaties. De meeste clubrecords staan al op zijn naam. En tijdens de Nederlandse kampioenschappen 50 meter baan in Dordrecht wordt hij glorieus Nederlands kampioen op de 100 meter rugslag in een nieuw Nederlands record. De eerste kandidaat is zwemmer Tom Laarhuis van de Dinkel. Paardensport is een geliefde hobby in de gemeente Dinkeland. Ook deze rijdster toont haar passie voor deze sport. Eind 2010 stapt ze over van ponies op paarden. En in 2011 weet ze al 3 keer te promoveren. Eerst van het B-springen naar de klasse licht, om daarna in de klasse middel uit te komen. Ook in die klasse komt ze sterk voor de dag, zodat ze nu in de klasse zwaar uitkomt. In 2011 wordt ze op zeer jeugdige leeftijd Nederlands kampioen in de klasse middel door een foutloos parcours te springen.
De tweede kandidaat is paardrijdster Vicky Heldhuis van de Buggelskamp. In de vroege ochtend is ze al paraat om met teamgenoten haar favoriete sport te beoefenen. Klootschieten. En nog eens klootschieten. Als de strijd echt gaat beginnen, laat ze zien dat ze een jaartje ouder is geworden. En nog sterker. Want de kloot schiet ze nog verder dan voorheen. In 2011 is ze Nederlands kampioene geworden. Zowel op straat en veld. En bij het zetten behaalt ze een keurige derde plaats. Door al deze goede prestaties wordt ze ook nog eens allround kampioen van Nederland. Een unieke prestatie voor een 7-jarige. De derde kandidaat is Carlijn Greve van klootschietvereniging Nooit Gedacht. Op de fiets naar de zoveelste wedstrijd van het seizoen. En dan inschrijven. Het nummer bevestigen op het shirt, de aanwijzingen volgen. En nog even warm lopen om de spieren voor te bereiden op een flitsende start. Meestal gaat hij er als een haas vandoor, om de overige deelnemers zo snel mogelijk van zich af te schudden. En alleen zijn weg te vervolgen over paden en lanen. Om tot slot alleen over de finish te komen, in een glansrijke tijd, waardoor een nieuw clubrecord op de 5 kilometer wordt neergezet. Na afloop worden de felicitaties dankbaar in ontvangst genomen. De vierde kandidaat is hardloper Bjorn Wessels van de OLC Oostmarsum. Ze doet mee op het hoogste niveau van de Nederlandse en internationale ponysport. Geen hindernis is haar te hoog. Tijdens het Overijssels kampioenschap weet ze met Marcello het parcours in de barrage foutloos af te leggen, waardoor ze Overijssels kampioen wordt in de ZZ-klasse bij de ponies. Ook in andere wedstrijden, waar de concurrentie altijd sterk is, dirigeert ze haar pony moeiteloos over de hindernissen. En toont ze haar uitzonderlijke talent. Zo wordt ze onder meer winnares van de Small Final op Zwolle International met haar pony Kingston. De vijfde kandidaat is Lisanne Roesink van de Kanaalruitertjes. Geduldig wachten op wat komen gaat en alvast de felicitaties in ontvangst nemen. Treft ze rustig en gedegen de nodige voorbereidingen. En als de badmuts en zwembril goed zitten, kan de wedstrijd beginnen. Klaar voor de start op een van haar favoriete nummers, de schalslag. Tijdens de Open Nationale Kampioenschappen in het Pieter van de Hogebad zwembad zwemt ze op de 100 meter schalslag naar een bronzen medaille. Op de 50 meter schalslag doet ze het nog beter. Daar weet ze naar een eerste plaats te zwemmen, waardoor ze Nederlands kampioen op de 50 meter schalslag wordt en goud verovert. De zesde en laatste kandidaat voor de titel Sporttalent van de gemeente Dinkelland is zwemster Loes Westerhof van de Dinkel. De kandidaten voor de titel Jeugdsportploeg van de gemeente Dinkelland voor 2011 zijn. Ieder jaar worden er Nederlandse kampioenschappen gehouden voor jeugdteams.
Een kampioenschap dat voor clubteams het hoogst haalbare is. Met een team samengesteld uit de beste spelers van de leeftijdscategorie wordt de strijd aangegaan tegen sterke concurrenten als Dynamo Apeldoorn en Sudoza Assen. Onbevangen en met goed volleybal weet deze talentvolle groep zich te plaatsen voor de finale, waar gedecideerd wordt afgerekend met de tegenpartij. Het team wint glorieus het Open Nationaal Kampioenschap zaalvolleybal voor meisjes. Het applaus is wel verdiend en de vreugde is groot. De eerste kandidaat is Meisjes B Open Club van volleybalvereniging Setup 65. Na een goede warming-up, de voorbespreking en de handen van de tegenstander geschud te hebben, volgt de overwinningsjaal en kan de strijd beginnen. Ook al is het spel niet altijd even hoogstaand en wordt er nog wel eens stevig een duw gegeven, of tackle uitgevoerd, de dames morren niet en gaan sportief de strijd verder. Om hun voeten het werk te laten doen, om doelpunten te scoren en wedstrijden te winnen. Uiteindelijk wordt het elftal najaarskampioen van de tweede klasse, waardoor promotie naar de eerste klasse een feit is. Een unieke prestatie, want nooit eerder in de geschiedenis van de vereniging werd een meisjesteam kampioen. De tweede kandidaat is KOS Meisjes A1. Het overvolle zwembad van de Dorper S vormt de thuisbasis van deze succesvolle zwemclub, waar jong zwemtalent zich ontplooit. Alle zwemdisciplines worden onder bezielende begeleiding van toptrainers beoefend om nog betere resultaten te behalen. Ook deze vier jonge meiden weten zich individueel en als team steeds beter te ontwikkelen. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor meisjes zwemmen ze op de 4x50 meter wisselslag naar nieuwe records, waardoor ze uiteindelijk als eerste aantikken, de gouden medaille veroveren en nationaal kampioen worden. De derde en laatste kandidaat voor de titel jeugdsportploeg van de gemeente Dinkeland is het meisjes junioren estafette team van de Dinkel. Veel inwoners uit de gemeente Dinkeland zijn actief in de lokale sportwereld. Als sporter, als trainer, als bestuurslid van een vereniging of op andere wijze. Actief om hun sport te promoten of in goede banen te leiden. Met inzet en passie. Om zich in te zetten voor die tak van sport die hen het meest aanspreekt. Vaak in de anonimiteit, soms opvallend. De redactie van de Twentse Courant Tubantia bepaalt jaarlijks wie deze prestigieuze prijs verdient. Wie mag dit jaar de persprijs in ontvangst nemen?
De kandidaten voor de titel Sportvrouw van de gemeente Dinkeland voor 2011 zijn... Ze is een laatbloeier, want pas in het voorjaar van 2011 begint ze op 25-jarige leeftijd actief met zitvolleybal. Door in contact te komen met de chef de mission van het Paralympische team, wordt ze doorverwezen naar de bondscoach van het zitvolleybalteam, die het wel in haar ziet zitten. Al snel groeit haar enthousiasme voor deze tak van sport. Wordt ze opgenomen in het Nederlandse team en mag ze deelnemen aan diverse toernooien. In Rotterdam tijdens de Europese kampioenschappen behaalt ze met het Nederlands team de zilveren medaille, waardoor het team zich weet te kwalificeren voor de Paralympics van 2012 in Londen. Als sportster maakt ze een bliksemcarrière in zitvolleybal door. De eerste kandidaat bij de sportvrouwen is Anne Raben. Maandenlang is er keihard getraind. Eindelijk kan de strijd beginnen. Als ze haar positie aan het begin van het touw heeft ingenomen, de voeten grip hebben in de aarde en het touw gespannen is, toont ze haar enorme vechtlust en drive om te willen winnen. Stap voor stap. Met maximale inspanning en met een goede teamtactiek wordt menig wedstrijd gewonnen. Tijdens het Europese kampioenschap weet ze met het nationale team twee keer een verdienstelijke tweede plaats te behalen in de 520 en 560 kilogram klasse. De tweede kandidaat is Danielle Damhuis van touwtrekvereniging Koopman. Met haar 8-jarige Mary Waira rijdt deze Denenkampse Amazone de mooiste proeven en promoveert ze van de klasse Z1 naar de klasse Z2. In die klasse wordt ze afgelopen zomer kringkampioen. Met Waira weet ze ook alle proeven te winnen tijdens de provinciale dressuurwedstrijden, waardoor ze zich Overijssels kampioen mag noemen. Met haar paarden Ronaldo en Winste gaat ze twee klassen vooruit. Van de klasse ZZ Licht naar de klasse Prix St. George. Beide paarden tonen hun bijzondere kwaliteiten en lopen succesvol mee in de halve finale van de Nederlandse kampioenschappen dressuurrijden. De derde kandidaat is Amazone Gerdien Hilgeberg van de Dinkelruiters. De eerste jaren van haar prille carrière speelt ze in Duitsland in de Bundesliga voor voetbalclub Heike Rheine. In de zomer van 2007 kiest ze ervoor om bij FC Twente aan de slag te gaan. De nieuw opgerichte eredivisie voor vrouwen wil ze graag vanaf het begin meemaken. In de Grolsvesten mag ze tijdens de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen haar talent demonstreren. Heerenveen wordt kansloos met 4-1 verslagen. En het damesteam van FC Twente wordt voor het eerst landskampioen. Groot is de blijdschap. En nog groter het feest dat volgt. De kampioenschaal wordt dankbaar in ontvangst genomen en vol trots aan het Twentse publiek getoond. De vierde en laatste kandidaat voor de titel Sportvrouw van de gemeente Dinkeland van 2011 is voetbalster Jolijn Heuvels. Thank you.
De kandidaten voor de titel Sportman van de gemeente Dinkeland voor 2011 zijn... Na een paar goede instructies, een gedegen voorbereiding en een paar goede sprongen... kan deze ruiter beginnen aan zijn omloop. Alle balken laten liggen en een snelle tijd realiseren is aan hem wel besteed. Op diverse concours hippiek legt hij foutloos het parcours af. Met BMC Angel Rose wordt hij winnaar in het Deense Odense. Ook met Laksja de Breve blijft hij in de barrage foutloos en zet ook nog eens de snelste tijd neer. Waardoor hij winnaar wordt van de grote prijs van Bonheiden in België. De eerste kandidaat is paardrijder Sjaak Slijderink van Stal de Schim. De veters gestrikt, het jek aan, een paar rek- en strekoefeningen en dan als liefhebber van de hardloopsport veel kilometers maken. Om te trainen met een ongekende discipline en veel enthousiasme. Tijdens wedstrijden loopt hij met de beste mee. Eerst in de klasse 40+. Daarna in de klasse 45+ en tegenwoordig in de klasse 50+ weet hij nog steeds menig concurrent te verslaan. Op regionale hardloopwedstrijden komt hij veelal als eerste over de finish. Hij wordt onder andere eerste bij de Hulsbeek Cross in Oldenzaal, de Drielandenloop in Losser en de Mulenlauf van Laar. De tweede kandidaat is hardloper Tony Bruns van de OLC Ootmarsum. Alleen de allersterkste worden uitgenodigd voor het nationale team, dat op het Europese kampioenschap touwtrekken haar krachten meet met krachtpatsers uit andere landen. Hangend aan het touw, met opperste inspanning en maximale concentratie, wordt stap voor stap progressie geboekt. Net zo lang tot de tegenstander opgeeft. En de winst wordt binnengehaald. Met het Nederlands team zet hij een geweldige prestatie neer. Verslaat alle tegenstanders. En wordt Europees kampioen in de klasse tot 720 kilogram. De derde kandidaat is Louis Ribberink van touwtrekvereniging Koopman. Graag laat hij de biljartballen alle hoeken van het laken zien. Want als driebandspecialist wil hij het publiek vermaken. En de mooiste punten scoren. In de Nederlandse Eredivisie Driebanden, de sterkste competitie van Europa... komt hij uit voor Twente Visie uit Hengelo. Daarnaast laat hij de ballen ook nog eens rollen in de Duitse Bundesliga. In 2011 weet hij ondanks enorme concurrentie Nederlands kampioen driebanden klein te worden in de extra klasse. De hoogste klasse die bestaat op de kleine tafel. De vierde kandidaat is biljarter Stefan Lenting van Twente Visie. De honger naar succes is na al die glansrijke jaren nog steeds volop aanwezig. Als perfectionist, gedreven, ambitieus en gedisciplineerd behoort hij al jaren tot de absolute wereldtop. Ook in 2011 weet hij weer aansprekende prestaties te behalen.
Hij wordt tweede in de Grand Prix van Rotterdam. En wordt in Mierlo gehuldigd tot Nederlands kampioen. Op de slotdag van de finale om de wereldbeker voor springruiters in Leipzig is hij de grote verrassing. In beide omlopen laat hij alle balken liggen en klimt op van een kansloze 11e naar 3e plek. Daarmee wordt hij de 2e Nederlander die ooit op het podium van de wereldbekerfinale staat. De 5e en laatste kandidaat voor de titel sportman van de gemeente Dinkeland is Jeroen Dubbeldam van Stal de Schiem. De kandidaten voor de titel sportploeg van de gemeente Dinkeland voor 2011 zijn: na een grondige warming-up, als het wolkendek openbreekt, kan op Sportpark een tolslag het echte werk beginnen. Met pittige potjes voetbal, een stevige schouderduw en forse tackles wordt de tegenstander onder druk gezet. Als de strijd om het kampioenschap echt losbarst en met goed combinatiespel de tegenstander de wil wordt opgelegd, ontstaan er kansen die net worden gemist. Toch valt er ook te juichen als de spits het vizier scherp heeft en doeltreffend uithaalt. De vreugde is groot, want het team wordt kampioen en promoveert naar de 3e klasse van de zondagamateurs. De eerste kandidaat is het eerste elftal van voetbalvereniging KOS. Deze 4 dames zijn gestopt met wedstrijdzwemmen op topniveau. Ze hebben zich aangesloten bij de Masters Dames 100+, om daar actief de zwemcarrière te vervolgen. Zowel individueel als in de estafetteploeg worden op de Open Nederlandse Masterkampioenschappen vele gouden plakken gewonnen op diverse zwemonderdelen. De beste prestatie wordt neergezet in de estafette 4x50 meter vrije slag. Daar weten de dames na een spetterende race met scherpe tijden goud te veroveren in een nieuwe nationale recordtijd. Volop blijdschap, want het record wordt door de FINA erkend als wereldrecord. De tweede kandidaat is de Masters Estafetteploeg van Zwemclub De Dinkel. Vol zelfvertrouwen stappen deze 8 stoere kerels het strijdtoneel op. Om na aanwijzingen van de scheidsrechter het touw vakkundig op te pakken en te spannen. En de kracht vanuit de benen en armen over te brengen naar de grond. Met vereende kracht en sterke tactiek vieren en laten vieren en explosieve inspanningen wordt pas voor pas vooruitgang geboekt tot het eindpunt nadert. En de finish winnend wordt gepasseerd. Tijdens het Open Europese Kampioenschap voor clubteams weet het team 3e te worden in de klasse tot 720 kilogram. Waarna de bronzen medaille trots in ontvangst wordt genomen. De 3e kandidaat is het touwtrekteam van TTV Koopman. Als de gepolijste nagels zijn gecontroleerd, de spieren zijn warm gedraaid, wordt de keepster alvast voorbereid op het pittige werk dat haar te wachten staat. De ballen eruit rammen.
na instructies van de coach, kan de strijd om het veroveren van de bal beginnen. En het positiespel worden opgepakt. Om het doel van de tegenstander onder vuur te nemen. Ook de concurrentie met gelouterde ex-topspeelsters weet van wanten. Met stevig spel wordt het spel ontwricht en worden kansen benut. Maar dit jonge team laat zich niet imponeren. Met goede passes worden teamgenoten vrijgespeeld. Om in doelrijke situaties veelvuldig te scoren. Veel partijen worden winnend afgesloten, waardoor het kampioenschap in het district 2 van de derde klasse B wordt binnengehaald en promotie wordt veiliggesteld. De vierde kandidaat is het eerste dameswaterpolo-team van de Dinkel. Na een aantal mindere jaren moet een nieuwe teamsamenstelling met veel talentvolle speelsters zorgen voor betere resultaten en nieuwe hoogtepunten. De strijd verloopt aanvankelijk stroef, met vallen en opstaan. En met tegendoelpunten. Maar als het team zich heeft herpakt en de combinaties beter gaan lopen, wordt het doel van de tegenstander vaker en vaker gevonden. En volgen de mooiste doelpunten. Het resultaat mag er zijn. De dames winnen als eerste team uit de gemeente Dinkeland de Twentse beker. Dankbaar worden de felicitaties in ontvangst genomen. De eerste mooie prijs is binnen. Hopelijk volgen er nog meer. De vijfde en laatste kandidaat voor de titel sportploeg van de gemeente Dinkeland is het eerste damesteam van handbalvereniging RSC.